Hallo, ik zie dat u het boekje Daar hou ik u aan het lezen bent en daar wilde ik u nou net wat over vragen. Oké, wat leuk. U bent Per-Jan Mors van de, en verkiesbaar voor de VVD in Houten. U bent nog niet gekozen in de raad, maar u staat op nummer 5 en dat maakt het heel waarschijnlijk dat u bij de komende verkiezingen wel in de raad komt. En dan willen natuurlijk alle Houtenaren weten, waar ben u aan te houden als u op 3 maart gekozen wordt? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik ga er inderdaad vanuit dat ik gekozen word, want 5 zetels moeten toch wel inzitten voor de VVD. Ten eerste ben ik natuurlijk aan te houden aan het programma van de VVD, wat te vinden is op vvdhouten.nl. Maar er zijn toch wel een paar punten specifiek waar ik me persoonlijk voor zou willen inzetten. En nou, een belangrijke daarvan is de begroting. We zitten nu in moeilijke tijden. Ik denk dat vanuit het Rijk flink gekort zal worden op de uitkeringen voor de gemeentes. En veel partijen zullen ervoor kiezen om een deel van die korting af te wentelen op de burger. En ik denk dat dat niet goed is. Kijk, als de burger zelf te maken krijgt met een korting op zijn inkomen, hè, denk aan een scheiding of een partner die een baan verliest, dan kan je ook niet naar je baas gaan om te zeggen van, ik heb wat minder inkomen, kan je even bijpassen? Nou, dat denk ik dat de gemeente ook niet moet doen. En ik denk dan ook dus dat de gemeente de tering naar de nering moet zetten. En dat is dan ook waar de VVD voor staat. Een solide begroting zonder lastenverzwaringen. Maar daar zegt u nogal wat, want dat betekent dat je de ondersteuning, hè, de uitvoering van andere plannen, je moet dan keuzes gaan maken over dingen die je in het vervolg niet meer gaat doen. Dat is correct, ja. Het klinkt alsof het over geld gaat, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk ook over de ondersteuning van allerlei projecten die bedoeld zijn om mensen verder te helpen. En welke projecten zouden dan moeten sneuvelen? Ja, uiteraard betekent dat keuzes maken, hè, zoals dat voor de burger zelf ook geldt als je met minder inkomen zit. Ik denk dat de gemeente zich moet focussen op datgene wat de burger niet zelf kan doen. En hè, dan heb je het over zaken als veiligheid, blauw op straat, of over de inrichting van de openbare ruimte, parkeervoorzieningen. Dat zijn dingen die de burger niet zelf kan regelen, daar heb je de gemeente voor. En er zijn allerlei zaken waar de gemeente nu geld aan uitgeeft, die burger heel goed zelf kan bepalen. Als ik een voorbeeld mag geven, want ik snap de redenering, maar als ik aan kinderopvang denk, dat is iets, hè, dat is een thema, ook hier in Houten. Is dat dan iets wat we, wordt dat duurder? Gaan we dat overlaten aan de mensen zelf? Gaan we zeggen, kinderopvang nee. is een speciaal voorbeeld. Ik denk dat vanuit het Rijk het heel goed is als daar het Rijk aan meebetaalt. Want je ziet, het Rijk ziet dat heel gauw weer terug in belastinginkomsten en kan zo kostenneutraal het aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld voor een partner van een werkend iemand om ook te gaan werken. Maar ik denk niet dat daar een taak voor de gemeente ligt om daar geld te aan. Want eigenlijk weet ik dat niet precies. Is het nu een deel van de taak van de gemeente? Speelt de gemeente er nu een rol bij? Nee, er zijn vanuit het Rijk allerlei voorzieningen van. Dus eigenlijk raakt dat de discussie niet die u wil aanbakken? Nee, ik zie dat niet als een taak van de gemeente. En ik denk ook niet dat dat daar keuzes gemaakt hoeven te worden. Nee. Kunt u een voorbeeld geven van een plek waar wel keuzes gemaakt moeten worden in de nabije toekomst? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld WMO. Hè. We hebben gezien dat Houten daar het beste jongetje in de klas is. We doen daar veel meer dan wettelijk noodzakelijk is, dat wettelijk voorgeschreven is. En ik denk dat dat een voorbeeld is van een punt waar we bezuinigen kunnen. En als dat nodig is, dan zal de VVD een dergelijke keuze maken. En voor jullie is hard, read my lips, geen lastenverzwaring voor de burger. Geen lastenverzwaring voor de burger. Voor de burger. Als het ergens vandaan moet komen, dan is het snijden in eigen vlees. Zo is het. Van zo de gemeente. Dat zal je niet populair maken hier in het gemeentehuis. Ik denk het wel. Niet in het gemeentehuis, maar ik denk wel in Houten. Want de burgers zitten niet te wachten om de rekening gepresenteerd te krijgen en om verdere lastenverzwaringen te krijgen. Er zit de burger niet op te wachten en er zit de VVD ook niet op te wachten. Nou hebben we het even gehad over een partijpunt en hoe u dat uit gaat voeren. En dat lijkt u met visie te kunnen gaan doen. Maar wat is nou uw persoonlijke plus in die toekomstige gemeenteraad? Want een partijprogramma uitvoeren, dat kan iedereen. Maar waar gaat u het verschil maken met andere VVD'ers?
Ten opzichte van andere VVD'ers. Ja, of ten opzichte van andere gemeenteraadsleden, maar ik wil het ook wel een beetje pijnlijk maken en zeggen ten opzichte van andere VVD'ers. Nee, omdat het is echt waar je het verschil gaat maken van andere VVD'ers. Nee, ten opzichte van andere gemeenteraadsleden denk ik dat we zeker het verschil kunnen maken juist op deze punten. Omdat de VVD daar heel duidelijk in is en ik persoonlijk daar ook heel... een heel sterke mening in heb van lastenverzwaringen, dat doen we niet. Ik zou nog liever gaan voor lastenverlichtingen, zelfs in deze tijden. Oké, okay, en dan als u het afzet tegen de andere, hè, dus dan kom ik meer op een persoonlijk punt. Waar gaat u als persoon het verschil maken? Ik denk dat ik met een nieuwe frisse blik ook in de fractie... nieuw elan kan brengen. We zitten straks met een fractie met twee van de huidige raadsleden, een commissielid, of twee commissieleden van op dit moment. En ik denk dat ik als nieuw gezicht daar nieuw elan kan brengen. En dat is iets waar ik persoonlijk voor wil gaan. Helder verhaal, samengevat, geen lastenverzwaring voor de burger, eerder snijden in eigen vlees. Zo is het. Daar hou ik u aan. Daar mag je mij aan houden.